Oh, deze week was een hele mooie week met de Feyenoord Academy, de Feyenoord School. Samen met Robin Nelissen, met zijn Caribbean Sports Foundation, een hele mooie foundation waar hij mee kwam. En ik ken Robin goed, ik heb met hem bij de selectie van Antillen gevoetbald. En het was een week waar ik heel veel van geleerd heb, met heel veel goede trainers ook. Melvin Boer, Deen Bruid, Ben Wijnstekers. En dus was een hele goede kamp. Ja, want in Nederland zijn we jou een beetje uit het oog verloren, hè? Wat doe je nu? Nee, ik ben nu op Aruba. Ik ben sinds anderhalf jaar terug op Aruba. Ik ben trainer van een eerste elftal. En dat gaat heel goed. Ik werk inmiddels ook voor de minister-president, Mike Eeman. Dus ik heb het wel naar mijn zin hier. Eerst over het trainingsvak. Je traint een ploeg dat uitkomt op het, ja, zeg maar de eredivisie van Aruba, hè? Hoe gaat het? Ja, ze spelen hoogste niveau. Het gaat goed. Het is een club waar ik als voetballer met 16 jaar ook een eerste kampioen ben geworden. En daar vandaan naar Sparta ben gegaan. De club is Estrella. We hebben dit jaar de beker gewonnen. En we zitten nog in de race voor de play-off. We staan derde. Nog één wedstrijd winnen, dan zitten we in de play-off. Maar 24 jaar en dan al trainer van het eerste, dat kan toch eigenlijk niet? Nee, het is eigenlijk heel jong. En vandaar ben ik altijd dankbaar aan de president die mij echt een kans heeft gegeven. Ik heb in Nederland bij de jeugd van DSC training gegeven. En dat ging ook heel goed. Straks meer over het verleden als voetballer. Nu even over je werk, want je zegt dat je werkt voor de minister-president. Wat doe je dan? Ja, ik ben heel veel met sport bezig. Zoals deze camp krijg ik vrij van de minister om mee te helpen. Overal waar de kinderen zijn, om kinderen in beweging te zien. Ik ga naar sommige buurten, ga ik een paar voetbal met de kinderen voetballen. Ik ga langs scholen, ga ik met ze praten. En, ja, ik ben overal met sport bezig. Maar David Abdul, dat is toch eigenlijk helemaal geen politicus? Nee, dat ben ik ook niet. Wil ik ook nooit worden. Ik ken wel veel mensen hier, ook van de politieke partij. Maar ik wil daar helemaal niks mee te maken hebben. Ik ben hier om de kinderen te helpen en het sport naar een hoger niveau te brengen. Maar wat wil je dan uiteindelijk worden? Ik heb als voetballer, toen ik klein was, had ik altijd een droom om profvoetballer te worden. Dat is gelukt. Helaas kon het niet zijn wat ik zelf van wilde. En als trainer wil ik ooit ook in Nederland bij een club kunnen werken op een hoger niveau. Ja, en als mens hier? Je wilt toch minister van sport worden? Nee. Ik heb geen ambitie om minister te worden. Ik wil wel zoveel mogelijk kunnen betekenen voor de kinderen. Dat vind ik belangrijk. Vandaar ook de Feyenoordkamp. Ik blijf het zeggen. Het is een fantastisch kamp geweest. Iedereen praat er goed over. En heel veel ouders hebben ons benaderd of we ook individuele training kunnen geven. En dat is misschien een optie na de Feyenoordkamp. Ja, een Feyenoordkamp met een Spartaan als hulptrainer. Ja, ik ben inderdaad een Spartaan, maar ik ben wel altijd voor Feyenoord geweest. Ik blijf zeggen, ik steun elke club als me uit Rotterdam komt. Oh ja? Ja. Maar dat vinden de mensen op Rotterdam-West, zullen dit niet in dank afnemen? Nee, maar zo denk ik erover. Iedereen heeft een mening en dat is mijn mening. Ik blijf een Spartaan voor altijd. Het is een club naar mijn hart, maar ik heb ook iets voor Feyenoord. Maar je bent er niet echt op een leuke manier weggegaan bij Sparta. Ineens was je weg. Psychische problemen. Ja, dat werd gezegd en dat vind ik heel jammer. Ik heb hartkloppingen, ik kreeg heel veel last van hartkloppingen. Tijdens de trainingen, tijdens de wedstrijden, als ik me te veel inspande. Ik heb een test gedaan voor mijn hart. En daaruit bleek dat ik gewoon, ik had een hele rare ECG. Maar de dokters hebben gezegd, de cardioloog, dat ik gewoon door kon gaan. Maar dat was ook precies in de week dat Evander Snow ook neerviel. En ik bleef het me houden. En zo'n gevoel was ook niet lekker. Ik werd naar buiten gebracht alsof ik, wat je net zegt, psychische problemen of ik leefde er niet voor, maar dat klopte allemaal niet. Nou, ik vind het niet een hele rare gedachte dat mensen denken dat je niet helemaal voor leefde, want als ik hier een weekje meemaak, wel een beetje een vlierenfluiter. Ja, maar dit is heel anders. Dit is Aruba. Toen ik naar Nederland ging, ik had mijn ouders ook niet. En dat is ook moeilijk voor mij. Ik woonde samen met mijn broer. En vooral de voeding en alles was heel anders, maar ik ben iemand. Ik ga niet naar tenten, naar feesten. Ik drink geen alcohol. Ik heb nog nooit gerookt, nog nooit drugs gebruikt. Dus daarom vind ik het wel heel jammer dat ik die stempel gekregen heb van Sparta. En dat vind ik heel jammer. Ja. Maar ben je een beetje zelfkritisch? Heb je zelf ook wel eens in de spiegel gekeken waarom het niet helemaal gelukt is? Ja, ik denk het wel. Ik heb het ook vaak met mijn ouders over gehad. Mijn moeder zei laatst nog, misschien als ik met jou in Nederland was, dat het wel beter zou gaan. En dat had gekund. Ik denk dat het een combinatie was misschien. Maar over de manier van drugs gebruikte, want dat kwam ook naar voren. Dat ik van maar wie heeft dat naar voren gebracht dan? Dat was de fysiotherapeut van Sparta. Die heeft me gezegd van, je moet een drugstest doen. Want volgens hun gebruikte ik drugs. Vandaar dat ik me zo voelde.
Maar dat is puur de hartkloppingen. Als je me van buiten ziet, dan zie ik er gewoon goed uit. Maar toen, als ik te veel inspande, kreeg ik echt last van. Maar dus eigenlijk is er op deze manier weer een talent van Sparta verloren gegaan. Ja, weer een talent. Ik kom uit een hele mooie lichting. Waar we in de A1 kampioen zijn geworden met Joey Godet, Nick Viergever, Leren Duarte, Kevin Strootman. En ik ben er heel trots op dat die jongens heel ver zijn gekomen. Ik ben geen Ajax-ziet, maar voor Leren Duarte heb ik ooit de Ajax-shirt aangedaan. En ik kreeg heel veel valse reacties. Maar hij is een vriend van me. En ik steun gewoon al mijn vrienden en mijn oud-collega's die het zo ver geschopt hebben. En zoals Kevin Strootman is ook een jongen die een heel belangrijk voor Nederlands elftal geweest is. En wanneer ik contact met hem kan hebben, dan doe ik het. Want het is toch leuk dat zulke jongens toch zo ver geschopt zijn. Maar jij bent op een vervelende manier weggegaan bij Sparta. Er zijn dingen gezegd waar jij het in elk geval niet mee eens bent. En toch praat je nog zo positief over Sparta. Ja, het is een club die mij een kans gegeven heeft. Ik heb heel veel mooie jaren gehad. Korte jaren, maar toch mooie jaren in de jeugd. En vooral in het eerste. Ik heb mijn naam Appie aan de Sparta supporters te danken. Iedereen op Aruba noemt me Appie. Mijn nummerplaat van mijn auto heb ik Appie opgezet. Dus dankzij de supporters is de naam Appie hier gebleven ook. Maar daarna, na Sparta, ging je nog wel eventjes naar RVVH. Weet niet echt een succes, ondanks een goed begin, toch? Ja, ik dacht dat ik na Sparta had ik de kans om naar Fortuna Sittard te gaan. Ik heb met de mensen gesproken. En ik dacht van, te veel inspanningen, dat ik toch mijn hartkloppingen dat voel. En ik dacht misschien naar RVVH 3 keer per week trainen. Dat het minder zou gaan, dat ik minder last van hem zou hebben. In het begin ging het goed. En daarna kreeg ik toch weer last. En toen dacht ik van, David, het is tijd om gewoon even een einde aan te maken. Ik had nog een 3-jarig contract bij RVVH. En ik heb besloten om aan mijn maatschappelijke carrière te denken. En gewoon een einde te maken aan mijn voetbalcarrière. Maar een 3-jarig contract bij een amateurclub, een beetje raar toch? Ja, dat is heel raar. Ik begon de eerste periode, ging heel goed. En de voorzitter van RVVH heeft me benaderd. Een geweldige man trouwens, hele mooie club, die ik ook nooit meer zal vergeten. En heeft mij een 3-jarig contract gegeven, want het ging heel goed. En ik heb het zeker getekend, want ik voelde me ook goed. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ik moet even aan mijn maatschappelijke carrière denken. En gewoon terugkomen naar mijn eiland, waar iedereen me kent. Ik ken ook heel veel mensen hier. Mijn ouders zijn hier. En inmiddels is mijn broer ook weer terug. Maar bij RVVH zijn ze niet zo erg blij met je. Want zij zeggen, joh, er is een test gedaan. En daaruit bleek dat hij helemaal geen hartklopping had. Nee, ik heb een test gedaan en ik had een rare ECG, wat ik net zei. Maar mijn hartkloppingen kan je niet zien op een apparaat. Misschien is het wel iets om een hele intensieve test te doen in Amerika of ergens. Maar heb ik nog niet gedaan. Ik denk dat het ook einde carrière voor mij is. Ik mis het voetbal niet veel, want ik ben heel veel bezig met mijn trainerschap. Daar zet ik al mijn energie in. Ik zet al mijn energie in mijn trainersvak en daar geniet ik nu van. Maar jij zegt, joh, op mijn scan kunnen ze mijn hartkloppingen niet zien. Dan is het net alsof je een heel apart hart hebt. Dat is ook apart, toch? Nee, dat weet ik niet. Ik heb hartkloppingen, dat konden ze niet zien, zeiden ze. Ik voel het wel, maar dat kunnen ze niet zien. Dan... Volgens de cardioloog heb ik gewoon een sporthart. En dat ik gewoon door mag voetballen, maar elke keer blijf ik het voelen. En als je het krijgt, is het net alsof je zeg maar 2 seconden helemaal nokkie gaat. En dat zijn minder leuke dingen. Dan is het zin om te voetballen, gaat ook heel snel weg. Maar is het dan niet een beetje een mentaal probleem? Nee, dat denk ik niet. Want nu dat ik me niet inspan, dan voel ik het helemaal niet. Ik heb er geen last van. Dus, en als trainer, dan geniet ik ook. Het is een heel andere wereld. En nu weet ik dat ik sommige trainers wel hoofdpijn gegeven heb. Ja? Ja. Door wat? Nee, dus, hoe ik was. Ik was soms een beetje... Een beetje een drukke jongen. En, een beetje baldadig. Ik vroeg voor veel aandacht. En nu als trainer merk ik dat ik zulke jongens eigenlijk niet nodig heb. Nee? Nee. Die wil je zo snel mogelijk uit de selectie zetten? Ja, maar met de kwaliteiten van mij, dan mogen ze wel spelen. Wat is nou de mooiste herinnering die je hebt? Ja, ik denk toch de kampioenschap met Sparta A1. Dat was een heel mooi moment. En mijn debuut voor Sparta, 18 januari 2009. Heb ik ook als tatoeage op mijn arm heb ik laten zetten. Dus dat is toch voor mij het mooiste moment. Je debuut, jongensdroom. En dat was voor mij het mooiste moment. Tegen wie was dat ook weer? FC Groningen. Thuis op het kasteel. Uitslag? 1-1. Niet slecht? Niet slecht, nee. Zouden ze nu voor tekenen, denk ik?
Ja, ik zou het zeker vertekenen, want tegen Groningen speel je voorlopig niet. Dan ben je een ander mens geworden, want als trainer moet je natuurlijk een beetje serieus zijn. Dan moet je, ja, je begint al te lachen. Je weet waar ik op doe, weet je, die gekke fratsen, dat kan niet als trainer. Nee, daar ben ik heb ik heel veel in geleerd. Maar ik ben heel veel serieuzer geworden. Ik moet weten wanneer je een grap moet maken en wanneer niet. En dat heb ik wel geleerd. Wat je zegt, je moet heel serieus zijn. Ik heb jongens van 35 jaar, van 34 jaar. En die moet je toch ook anders benaderen. Ik ben inmiddels ook, wat heel bizar is, de trainer van mijn broer, Erik Abdoe. En dat is ook wel heel, heel raar eigenlijk. Nou, in het begin klinkt het niet helemaal, hè? Heb je me weggestuurd bij een van de eerste trainingen, toch? Ja, Erik, eerste training deden we een afwek voor. En Erik wilde niet springen op gravel. Want hier wordt getraind op gravel. En ik zeg, of je springt of je gaat naar huis. En ik denk dat ik de lijn moet trekken. Ik kan niet voor hem wel door de vingers kijken en voor de anderen niet. Dus hij heeft zich snel aangepast. En die duikt inmiddels ook op gravel. Is er een beetje talent hier op Aruba? Er is zeker talent. Ik denk, kom weer terug naar de Feyenoord camp. Vandaag heeft een jongetje gewonnen van 16 jaar. Die speelt ook in het eerste bij RCA. Hun staan eerste in de eredivisie van Aruba. En Jesus Peñate heet hij. Die gaat ook een stage doen bij Feyenoord. Het is een goede speler, maar ik denk dat er meer aandacht aan de kinderen hier besteed moet worden. Ja, maar dat geldt eigenlijk op elk land, wat geen voetballand is natuurlijk. Nee, dat klopt. Dus ik denk dat de initiatief van Robin Nelissen met de Feyenoordkamp, dat is heel goed. Je ziet de ouders vroegen ervan, wanneer komen meer van zulke campen dat de kinderen naar een hoger niveau, hun niveau naar een hoger niveau kunnen brengen. Want ze trainen een week goed en dan gaan ze weer naar een club. En dan wordt er weer heel op een andere manier getraind. Aruba, one happy island, hè? Hier. Ja, het is zeker one happy island. Mijn trainer van de A, Jos van Dijk, heb altijd gezegd, David, doe je best, anders ga je papiertjes prikken op de stranden van Aruba. Nou ja, vrij schoon. Vrij schoon, ja.